Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn net aangekomen in Mantua. En we zitten in de motortaxi onderweg naar ons hostel. We hebben net een nachtbus gehad van 11 uur tot 10 uur. Dus we hebben heel veel zin in Mantua. Wij zijn net aangekomen op onze nieuwe plek. Het ziet er heel leuk uit. Ja, heel schattig. Ja. Onze kamer ziet er ook wel chill uit. We hebben wel alleen maar koud water, maar ja, dat is goed voor het milieu. Ja. Gelukkig is de plek en de chillheid van de plek zo fijn dat het koude water er overleven wel en dat hebben we ook al vaker gehad. To be honest, drinking a coffee, we're drinking anything. Can you explain what we are drinking? Oh my god. You need to talk loud because for the vlog. Goedemorgen, het is vandaag weer een nieuwe dag. Wij hebben toen straks al excursies geboekt. Ja. We hebben echt veel verschillende excursies geboekt. We gaan naar mangroven. Ja, dinsdag gaan we naar mangroven. En we hebben zwemmen met schildpadden. We zijn ook bezig met het boeken van snorkelen. Morgen gaan we naar een... Oh ja, modderbad. Ja, naar natural modderbad. Hier in ja, de buurt is wel ook ergens heel in leuk. De natuur, dus ik ben heel benieuwd. En hebben we nog iets geboekt? Nee, maar we hebben uiteindelijk dus wel besloten om niet te gaan paardrijden. Ja, want alle paarden staan hier gewoon eeuwig in de zon. Zonder water, zonder eten. 101 mensen gaan erop zitten. Ja. En ik vind paardrijden heel leuk. En we houden allebei ook heel veel van paarden. Maar dat gaan we gewoon niet doen. Want dat nee, is echt zielig voor de paarden. Echt dierenleed. Dus nee, sorry. Maar we gaan heel veel andere leuke ja. dingen doen die hierna aan de vlog gaan komen. Yes! Goedemorgen, het is vandaag een nieuwe dag. Wij zitten aan het ontbijt. Het ontbijt is in een cafeetje verderop van ons hostel. Maar het zit wel inbegrepen in de prijs die we hebben betaald voor onze slaapplek. Ja. Dus dat is heel fijn. Wij zijn inmiddels aangekomen bij het modderbad. Het was een half uurtje rijden ongeveer. En ja, het is eigenlijk gewoon een soort van... water, ja, in de natuur. Water wat zeg maar warm wordt, de natuurlijke waterbronnen en met modder erin die goed zou zijn voor je huid. Yes! Ja, je kunt de modder voor op je gezicht dus hier gewoon uit de grond halen en dan duw je het op je gezicht en dan kom je er zo uit te zien. Ja, heel prachtig. Ik hoop dat het nu straks heel mooi is. Hoor. Ja.
Goedemorgen, wij zijn vandaag op dagtour van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds en we zijn net aangekomen bij het allereerste strand. We gaan een paar stranden bezoeken, we gaan van alles doen vandaag volgens mij. Ja, heel leuk. We zijn op Punta Sol, dus zin in. Na een uurtje rijden zijn we nu aangekomen op het tweede strand. Ja, hier hebben we lekker gezwommen, dus... Wij zijn net aangekomen bij onze derde stop en net de boot, ik wou bijna de bus zeggen, de boot heeft gestapt. Ja, we gaan mangroven kijken, dus hopelijk is het ook zo mooi. Ja, het is wel een beetje koud, want ik heb dus mijn natte strandshirt nog aan. En ja, nu gaan we hier dus door de wind varen. Ja. Nou ja, we hadden net dus die mangrove tour en op de helft stopten die bij iets wat ik hoopte dat er opvang was voor krokodillen, maar het was niet. Nee.
Nee. Dus ik hoopte dat het een opvang was en uiteindelijk bleek het meer een fokkerij. Ja. Dus ik was triest. Dus de tourguide zag dat ik geïrriteerd was. Hij liet mij op zijn translate zien. Ze is geïrriteerd. Ja, dus toen hebben we maar proberen uit te leggen dat ik het echt niet leuk vond dat ik daar nou geld aan had gegeven. Maar ja, met al die dieren achter die kooien met heel veel zitten. Ja, veel te veel. En ja, nee. Dus het was jammer, maar we wisten niet dat het er zo uit zou zien. Anders hadden we er zeker geen geld aan gegeven. Ja. Nou, voor 40 sol extra kon je nog even ergens anders mee naartoe. Dus wij dachten, ja, doe me maar. Komen we hier in Ecuador aan om even op de foto te gaan met een of andere letterbord. Ja, dat we de grens over zijn gegaan. Ja, dat we de grens over zijn gegaan. Terwijl we zelf over een week in Ecuador zitten. Ja, dus succesvol! Dit was weer het einde van onze vlog. Leuk dat je gekeken hebt. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. Of laat een comment achter, vinden we ook altijd leuk. En dan zien we je snel. Weer nog steeds in Mancora. Yes, doei!